Op 12 december was er een heel zeldzaam soort jubileum in Bakel. De heer van Bakel, beter bekend als Tommy, vierde op die dag dat hij 50 jaar in verpleeghuis Sint-Josefzijl verblijft. Tommy, je bent een uniek exemplaar op Sint-Josefzijl, want je bent nu al 50 jaar hier als patiënt. Hoe is dat gekomen? Ik lag in Eindhoven in het ziekenhuis en toen heb ik een hartstilstand. Ik zat in het ziekenhuis en dit heb ik er nog van overgehouden. Ik ben heel goed opgeknapt. Voor hetzelfde was het ook anders geweest. Hè? Hoe oud was je toen je dat kreeg? 10 jaar. Dus je bent nu 60 jaar? Ja. En hoe is het bevallen hier in Bakel? Hier in Bakel, grandioos. Ik heb het hier heel goed overzien. Over het algemeen, de mensen, ik zeg altijd, de mensen zien het alleen maar als gelacht en niet als gehuild. Maar over het algemeen heb ik het heel goed naar mijn zin. Ik heb begrepen dat je het de laatste 2 jaar nog beter naar je zin hebt, hè? Want je zit nu in een nieuwe vleugel. Ja, sinds ik hier op die andere wit zit en een eigen kamer heb, een eigen grote kamer, heb ik het echt heel goed naar mijn zin. Tommy, ik heb net allerlei foto's gezien van jou. En je hebt niet altijd hier op Sint-Josefzijl gezeten. Dat wil zeggen, ik heb jou in bij allerlei evenementen en bij PSV en in cafés en zo. Overal kom je toch wel, hè? Ja, ik kom overal. Het wielrennen en de motocross en overal in over heel Nederland. En ik kijk overal mee naartoe. Jij ging ook veel op vakantie naar het buitenland met een vriend, hoorde ik. Ik ben daar jaren aan een stuk met een kameraad van mij. 2 keer per jaar ging ik naar Spanje en in België en overal ging ik op vakantie. Ja, jouw zus die neemt jou, gaat nog elke week met jou op stap op vrijdag, hoor ik, hè? Mijn zus komt er elke vrijdag. Elke vrijdag ben ik al jaren naar Helmond of naar Eindhoven of naar Valkenswaard. En dat is grandioos. Ik heb 2 broers in Eindhoven zitten. En die kom ik regelmatig mee naar halen. Of ze komen hier op de koffie even. Dus ondanks dat jij gehandicapt bent, heb je toch wel een hele hoop plezier in je leven, geloof ik. Ja, ik, over het algemeen zeg ik altijd, heb ik de keihard naar mijn zin. Hoe vind je het nou, dat je 50 jaar hier zit? Dus ik denk, misschien ben je wel de recordhouder in Nederland. Ja. ik denk zelf dat er niemand zo lang in de verpleeghuis zit als ik. Misschien moeten we naar het Guinness Book of Records. Ja, dat zou leuk zijn. Tom is 50 jaar hier. Maakt haar heel veel plezier. Ja, hij doet graag een bal. In het schouderlijke bal drinkt hij graag een koffie.